Goedenavond, dames en heren. Hier Teun Kuilboer. En Robert de Hoog. Wij staan hier bij de Rode Loper van het Nederlands Filmfestival. Wat gaat beginnen? De 32e editie. En in première gaat namelijk de film... Nono, het zigzagkind. Nono, het zigzagkind. De openingsfilm van het 32e Nederlands Filmfestival. In totaal draaien hier 338 speelfilms. 383 dus. Waarvan er 84 op dit filmfestival in première gaan. En alle films die je draaien op het filmfestival, dus die 383 speelfilms, kunt u allemaal gaan zien de komende 10 dagen in de bioscopen in Utrecht. Maar er is nog veel meer te doen, waaronder bijvoorbeeld de talkshow hier in de stad Schouwburg, waar je gratis naartoe kan. En dat kan gewoon iedereen bijwonen. Hoe vet is dat? Super vet. En vandaag hebben wij trouwens ook een spectaculair interview gehad met gast van het jaar, Jeroen Willems. Hallo, wij staan nu met Jeroen Willems en we gaan hem een aantal vragen stellen over het feit dat hij gast van het jaar is. Hoe word je in godsnaam gast van het jaar? Ja, ik dacht ik heb helemaal niet zoveel gedaan. Ik ben helemaal niet zo'n filmgezicht. Maar ik heb toch blijkbaar best veel gedaan. En dat vonden ze wel het eer en waard. Je mocht zelf dingen ook kiezen die jij hier gaat doen, toch? Of niet? Ik heb een soort van programmaatje met een paar experimentele-achtige films uitgekozen, ja. Om uit de beeldende kunst een paar en gewoon een paar filmers. Omdat ik het belangrijk vind om te laten zien dat wat daar allemaal gebeurt. En je gaat ook zingen, toch? Ik ga ook zingen, ja. Jacques Brel. In het Nederlands? In het Nederlands, ja. Het is om 12 uur 's nachts, maar het was het enig mogelijke. Mm-hmm. Tegelijkertijd dacht ik, ja, het vindt eigenlijk wel heel goed voor die Brel, omdat het om 12 uur 's nachts te doen. In de stad Schouwburg. In de stad Schouwburg. In een grote zaal. Er zijn nog heel veel kaarten. Nou, te gek, dan moeten jullie dus ook allemaal naartoe. Iedereen dus naartoe komen. Ja. Als jij een collega dan zou mogen aandragen, hè? Voor gast van het jaar, ja. Voor volgend jaar. Volgend jaar. Ja. Heb je genoeg al om te tonen? Nee, hoeveel films niet. Heb je? Nou, Robert, even al een filmpje of 10, 15? Nee, geen 15. Nee? 10 of zo. 10? Ja. Nou, dan kan het. Stel nou dat hij nu de gast van het jaar zou worden. Ja, maar dat kan niet. Hij heeft alleen maar in films als Volle Maan en dat soort dingen gespeeld. Ja. Dus helemaal... We staan hier dus op de rode loper van Nono, het zigzagkind. Zeker. Maar we vragen ons wel één ding af, hè Teun? Ja, nou ja, wat is een zigzagkind? Wat is dat? Beste Nono, over 2 dagen word je 13. Om te bewijzen dat je het waard bent om een inspecteur te worden, moet je een missie ondernemen. Als je durft, ga dan naar de laatste coupé van de tweede klas. Daar wacht je leraar je op. Aangenaam, Herr Feinberg. De film gaat over Nono, het zigzagkind. En ik speel de vader van Nono, de beste inspecteur van de wereld. En Nono die zit vlak voor zijn bar mitzwa. Hij wordt 13 en dus wordt hij volwassen. En het gaat er eigenlijk over, de kern van het verhaal is dat hij op zoek gaat naar wie die is. Wie ben ik eigenlijk? Nono, is alles goed? Waar zit je? Ik ben in Nice. In Nice? Dat is ergens in Zuid-Frankrijk. Ja, in Nice. Dat heeft hij net zelf gezegd, sukkel. U heeft de film geregisseerd. Zenuwachtig. Valt goed mee eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Je werkt zo heel lang aan zo'n film. Ja. En ik vind het wel leuk dat iedereen eraan komt kijken dan nog. Ja. En er zit een super internationale cast zitten in deze film. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ze vonden het script mooi. Mm-hmm. En Isabella Rossellini, Minouz, daar was ze helemaal, dat vond ze fantastisch mooi. En Pat. Wat goed. Heet. Wat is nou een zigzagkind? Want dat weten wij niet echt. Weet jij Een zigzagkind is denk ik een jongen die niet alles doet zoals het hoort, maar meer met zijn gedachten verwisselt van dingen en niet zo alles in één rechte lijn doet. Een prangende vraag waar wij achter proberen te komen vanavond. Wat is een zigzagkind? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ja, een zigzagkind, het is een kruising tussen een rechtkind en een kromkind. Ik zou zelf behoorlijk zigzagkind zijn. Ja, ik denk ook. Dat ik gewoon, dat is, ontdekken, nieuw, dat. Wat is een zigzagkind? Je hebt mensen die houden van rechtdoor en alles gelijkmatig en dat het allemaal braaf en zo. En je hebt mensen die zijn hoge pieken en dalen. Ja, nou, dan, waar horen jullie bij? Nou, dan ben ik een zigzagkind. Ja. Nou, jij zit meer in het diepe dal dan dat je een hoge berg zou. Maar... Dat ziet er leuk uit. Ja, dank je. Wat is zijn blouse is niet echt gestreken. Oh nee, inderdaad, ja. Heb je geen strijdbouw thuis? Ja. Jullie nemen het festival over, echt, hè? Ja. Het wordt jullie festival.
De rode loper achter ons is al helemaal leeggestroomd. Iedereen zit nu in de zaal voor Nono het zigzagkind. En we zijn er wel achter wat een zigzagkind is. Ja, ik geloof dat ik een zigzagkind ben. Ja, ik denk dat ik ook een zigzagkind ben. Willen jullie nou naar het festival komen? Morgen is een hele leuke dag, want Paul Verhoeven, grootste filmregisseur van Nederland, presenteert morgen een boek wat alleen maar over hem gaat. Dus daar kan je naartoe. En morgen is namelijk ook het documentaire preview dag. En daar kan je ook gewoon naartoe. Heel veel documentaires en natuurlijk allemaal films op het Nederlands Filmfestival. Morgen zijn we terug. Teun Kuilboer. Robert Hoog. Ja, dankjewel. Teun Kuilboer. Je kan Kuilboer niet zeggen. Flikker de hop, man.